Ja, ik zie daar al iemand. Die was het allersnelste. En er staat ook een hengelaar naast. Zijn er ook plannen om iets te doen aan uitstoot die geassocieerd is met onze consumptie in andere landen? Want nu hebben we het eigenlijk alleen maar over productie van uitstoot van CO2 in Nederland. Maar een groot deel van de uitstoot waar wij voor verantwoordelijk zijn, is natuurlijk producten die geproduceerd worden in landen als China. Dus ja, wat moet daar aan gedaan worden? Een hele goede vraag. Kijk, wat je eigenlijk stelt is, klimaatverandering is een mondiaal probleem. En het vraagt erover dat waardeketens over de hele wereld, dat die veranderen. En de manier waarop ons economisch systeem in elkaar zit. Ik ga zoiets zeggen over wat we kunnen doen aan het buitenland. Maar vooraf zou ik willen zeggen, ik ben het een beetje beu als politici voortdurend wijzen naar het grote buitenland, wat gebeurt er in China, en we moeten als Nederland niets doen. Natuurlijk, uiteindelijk gaat het erover dat we als hele wereld in actie komen. Maar de invloed die we hebben op andere landen is niet zo groot, en de invloed die we op ons eigen leven hebben, is dat wel. Dus ik vind dat we, ongeacht welke stappen daar worden gezet, dat wij alvast vooruit moeten gaan en dat we goed en effectief klimaatbeleid moeten maken. Wat betreft de consumptie, zeg maar, van bijvoorbeeld artikelen die uit China komen, ik denk dat we er ook weer naartoe zullen gaan, dat we meer in Europa zullen produceren en dichter bij huis. En in plaats van dat we alles ver weg produceren, wegwerpartikelen die we hier naartoe halen, die dan vervolgens op de Waddeneilanden verzeild raken. Ik denk dat we daar een grote verandering de komende jaren in zal optreden. Soms betekent dat heel oldschool dat er hier weer fabrieken komen. Het kan ook betekenen dat door 3D, jezus. Hier is iemand die mij helpt. 3D-print technologie. Dat de hele manier waarop we produceren ook al verandert. En dat we meer naar een deeleconomie zullen gaan. Waarin het bezit van producten, dat minder belangrijk wordt. En het afnemen van diensten weer veel belangrijker. Dus ik zie daar een hele grote verandering die we de komende jaren zullen gaan krijgen. Andere. Of zijn alle vragen hiermee beantwoord? Nee. Ja, dat is toch altijd jammer. Ja, nou ja. En op de balkons heb ik tegenlicht, zeg maar. Dus als je iets wil vragen en je denkt, hij reageert niet, moet je gewoon even laten horen. Die microfoon reageert wel op het moment. ik ben een zwevende kiezer tussen GroenLinks en D66. En ik ben heel benieuwd of je concrete punten kunt benoemen waarop GroenLinks beter is dan D66. Allereerst, ontzettend fijn dat je er bent. Kijk. En ik moet de verleiding een klein beetje weerstaan, want het is altijd leuk om te zeggen waarin je beter bent dan een andere partij, maar ik vind het politiek lelijk maken. Dus ik ga niet zeggen waar we per se beter in zijn dan D66, maar laat ik aangeven wat voor ons belangrijk is en waarom ik denk dat GroenLinks belangrijk is in het politieke landschap. Waar wij voor staan is, we hadden het er net over, onze economie, ons systeem, ergens is het verrot, het werkt niet meer. En dat willen we graag veranderen. En in plaats van ons daar buiten te stellen en te fantaseren over grote wijzigingen die nooit van zo lang als leven mogelijk zijn, zijn we al 30 jaar bezig te kijken hoe kunnen we nou werkend in dat systeem ervoor zorgen dat we wel de fundamentele problemen van onze economie aanpakken. Want uiteindelijk is de reden waarom we verzeild zijn geraakt in een klimaatcrisis dezelfde reden als waarom we in de zorgcrisis hebben of in het onderwijs. Het heeft ermee te maken dat het economisme, zoals ik dat noem, is doorgeslagen. Dat het enige wat echt telt geld is. En dat is wat wij proberen te doorbreken. En ik denk dat GroenLinks een partij is die nee durft te zeggen. Bijvoorbeeld tegen Mark Rutte. Dat hebben we in het verleden gedaan, dat zullen we in de toekomst ook doen. Maar we zijn niet bang om ook ja te zeggen als we uiteindelijk resultaten kunnen boeken. Bijvoorbeeld met de klimaatwet. Daar hebben we met 7 partijen op samengewerkt om tot resultaten te komen. En wat nodig is in de Nederlandse politiek zijn niet partijen die met elkaar samenwerken en denken, nou, als we nou een beetje de boel eerlijk verdelen, dan kunnen we gewoon weer even doen alsof er niks verandert. Wij willen verandering in Nederland. En daarvoor zijn we bereid om enorme stappen te zetten. En risico's te nemen. Ook politiek en electoraal. Dat is denk ik het grote verschil tussen GroenLinks en heel veel partijen. We willen niet een onsje meer of minder. Het aanpakken van klimaatverandering vraagt om een totaal andere kijk op democratie, op economie. En we hebben ook nog eens de concrete plannen die realistisch en uitvoerbaar zijn. Dat zijn wij. En uiteindelijk, ik vind het ontzettend tof dat je hier bent. En ik hoop heel erg dat ik
dat we op jouw stem mogen rekenen. Maar bovenal, en dat is het allerbelangrijkste, maar dat ga je volgens mij doen, iedereen moet gaan stemmen. En vind die partij die het beste bij jou past en die het best bij jouw idealen past en bij jouw ideeën. En geef die partij je steun en je support en stem erop. Ik hoop dat wij het zijn, maar het allerbelangrijkste is, ga stemmen. Bovenin had ik... Wacht, er komt een microfoon, want ik kan je wel horen, maar de rest van de zaal niet. En het is vast een gouden vraag die je stelt. Behalve als het hele moeilijk is, dan ben ik blij dat niemand hem hoort. Dan kan ik gewoon een totaal ander antwoord stellen. Dat is een goede vraag. Ja. Want, goed verhaal trouwens. Dit was al goed dat iedereen dat kon horen. Ja. Toch? Dat was al... Ja, maar ze hebben je gehoord. Dat is al mooi. Mijn vraag gaat over de verlaging van de energierekening van de mensen. Ja. Waarom is dat nodig? Want ik denk, als je meer geld te besteden hebt, dan ga je ook meer energie verbruiken. En dat willen we niet. Ja, goeie vraag. Kijk, de manier waarop wij de energierekening van mensen willen verlagen is, er is een energiekorting. Dat is een bedrag, dat is voor iedereen in Nederland hetzelfde. Dus als je heel weinig geld verdient, is dat een enorm bedrag. Als je heel veel geld verdient, dan maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit op je energierekening. Wat we zien is dat voor steeds meer mensen energie een heel groot gedeelte van hun maandelijkse uitgaven worden. Dat wordt energiearmoede genoemd. Ik vind dat we energie is belangrijk voor mensen om hun huis te verwarmen, hè, om elektriciteit te kunnen gebruiken, om comfortabel te kunnen leven. Ik vind dat mensen met de laagste inkomens niet de prijs moeten betalen van de energietransitie. Die moet betaald worden door de echte grote vervuilers. Dat zijn echt niet mensen in een gemiddeld huis. Dat zijn de grote industrie die dat voornamelijk doet. En daarom zeg ik juist die mensen in een gewoon huis, met een gewoon inkomen, daarvan moet de rekening echt de komende jaren omlaag. En dat is wat we doen met onze plannen. En ja, kunnen we dat dan helemaal precies richten? En dat ook kan niet uitsluiten dat ook hoge inkomens van onze verlaging van de energierekening gaan profiteren. Maar ik vind het dat waard, omdat het uiteindelijk erover gaat dat we mensen niet in armoede in dit land willen laten leven. En dat ze hun energierekening kunnen blijven betalen. Dat vind ik intrinsiek. Maar ook voor al die mensen die zeggen, nou, dat maakt mij niet zoveel uit, maar klimaatbeleid en het klimaat redden, dat is het allerbelangrijkste. Als we er niet voor zorgen dat klimaatbeleid betaalbaar is voor iedereen in Nederland, dan verliezen we op de lange termijn de strijd. Want dan winnen de populisten, en terecht als we niks zouden doen aan stijgende energiekosten. En dan worden al die maatregelen om klimaatverandering aan te pakken vanzelf weer teruggedraaid. Dus om twee redenen moeten we dat niet doen. Oké, we gaan... Ik heb hier nog eerst een vraag. Dan kunnen we daarna kiezen. Ik heb namelijk een vraag van Henk uit Enschede. Even zwaaien naar Henk uit Enschede? Ja, laat ik dat even. Dag Henk. Hoi Henk. Hi Henk. En Henk heeft gisteren Buitenhof gekeken. Voor degenen die dat niet hebben gezien, de CEO van DSM, dat is Feike Sijbesma, die zegt dat CO2-belasting pas zinvol is als die zo ongeveer 50 euro per ton bedraagt. En dat het bedrijfsleven dan zeker maatregelen gaat nemen. Wat gaat GroenLinks doen met deze wetenschap? Ik vond het een heel mooi optreden, laat ik dat allereerst zeggen. Hebben jullie het gezien? Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel dapper dat een CEO daar zat. Dat doen ze niet zo vaak. Het is echt heel, heel goed. Nou ja, ik vertelde, we beginnen heel rustig, zoals jullie van ons gewend zijn. Maar een jaar later zitten we op 50 euro. We gaan heel snel, we beginnen rustig. Maar we gaan heel snel naar die 50 euro. En dat is ook logisch. Want wil je zorgen dat bedrijven ook echt gaan... Sorry, ik moet de camera in kijken. Sorry, Henk. Henk, als je echt wil dat bedrijven gaan verduurzamen, dan moet de prijs die ze betalen over die uitstoot hoog genoeg zijn. Zodat het interessant genoeg voor ze wordt om maatregelen te nemen om minder CO2 te gaan uitstoten. Ja? Ja, dankjewel. Jesse, ik heb een vraag over Jan. Het zijn drie mensen achter één account, dat kan ook. Maar zij vraagt, wat is het beeld ten opzichte van kerncentrales? En daarbij zegt ze, groen is beter, maar kost meer tijd. Ik weet niet... hoe heet de dame ook alweer? Of de heer? Eva-Lien Jean. Eva. Ik weet niet hoeveel ervaring Eva heeft met het bouwen van kerncentrales. Maar dat kost best... Dat neemt best wat tijd in beslag om dat goed te doen. En deze discussie is opgeworpen een paar weken geleden. Ja, je zou toch geen taboe op moeten liggen? Nou, volgens mij ligt daar ook niet echt een taboe op. Er is alleen niemand. Dan heb je de poppen aan het dansen. Dan zijn de gevolgen niet te overzien.
En dat brengt ons ertoe dat je ziet dat eigenlijk de prijzen van dat eigenlijk kerncentrales alleen maar kunnen draaien. Nu klink ik wel heel rechts, maar die kunnen alleen maar draaien op subsidie. En als ik dan kan kiezen tussen gaan we dan een kerncentrale laten draaien op subsidie. Of gaan we investeren in echte hernieuwbare bronnen, zodat we niet afhankelijk zijn van uranium of niet met het probleem van de opslag zitten. Ja, dan weet ik wel waar mijn keuze ligt. En dat is dat we de middelen die we beschikbaar hebben investeren in echte hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Dus dat is onze keuze. En ik denk dat als we... we zijn aan de late kant, maar als we nu echt volop gaan investeren, dan ben ik ervan overtuigd dat we op die manier, en door energie te besparen trouwens, in onze energiebehoeften kunnen gaan voorzien. Hier is iemand. Ik hoor het. Misschien is dit een goed moment om even te applaudisseren voor alle hengelaars. Wij voelen ons als minderjarigen soms een beetje machteloos in het creëren van een groener klimaatbeleid. Dus wat kunnen jongeren doen om ervoor te zorgen dat de politiek ook gaat praten over een schoner klimaatbeleid, omdat het uiteindelijk toch wel om onze toekomst gaat. En ja. Allereerst super cool dat je er bent. En ik denk wat het allerbelangrijkste is, laat je horen. En de 10 maart, dat is zo'n kans. En zorg ervoor dat je met zoveel mogelijk mensen daar bent. Ik denk dat het belangrijk is om aan politici in Den Haag te laten zien dat de meerderheid in Nederland eraan toe is dat we echt iets gaan doen aan klimaatverandering. En door hier te zijn, in een paar dagen, een paar honderd mensen, dat is een belangrijk signaal naar al die andere politieke partijen van misschien leeft het wel, klimaatverandering. En moeten we daar toch iets aan doen? En als we met tienduizenden mensen straks door de straten van Amsterdam lopen om te laten zien, we moeten nu klimaatverandering aanpakken. Dat is zo'n krachtig signaal, dat kan niet genegeerd worden. Dus mijn oproep zou zijn, doe dat en kijk hoe je met je vrienden in actie kan komen op allerlei mogelijke manieren. Democratie is meer dan stemmen. Eén keer in de 4 jaar, of misschien wel, we weten niet hoe het afloopt deze week, dus misschien nog wel eerder. Maar het is niet alleen stemmen, het is in beweging komen. Het is bewegingen bouwen, zoals wij dat met elkaar doen. Zorg dat je stem gehoord wordt. En dat je hier vanavond bent, is in die zin al een teken van actie. En veel dank daarvoor. Dank je. Hiervoor... Hi, ik kom uit Groningen. Wauw. Daar zijn... In de Randstad gaan ze altijd applaudisseren als je het gewoon. Ik kan de mensen zeggen, wij zijn koploper in energie. We zijn altijd een energieprovincie geweest. Geef ons al die opgaves, maar we gaan het gewoon doen. En aan de andere kant heb je de groep die getroffen zijn door de aardbeving. Schadevergoedingen nog steeds niet nog geen versterking hebben. Gewoon helemaal niks. Lopen telkens daartegen aan en die denken, moeten wij dan ook al die energieopgaves nog doen? Want, maar ook in de achtertuin. Als ik als allereerst wat ik zou willen zeggen tegen de groep die wel vooruit wil. Laat ik me eens daartoe richten. Zet je niet af tegen de mensen die misschien een beetje bang zijn voor de verandering die voor hun ligt. Het grote gevaar van de hele discussie nu is dat we tegenover elkaar komen te staan in de samenleving. En dat de mensen die volgens mij terecht zorgen hebben over de betaalbaarheid van die hele energietransitie, dat die tegenover de mensen komen te staan die maar wat graag ambitie willen tonen. Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar blijven praten. Dat we in verbinding met elkaar blijven. En dat we met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden op het idee, wacht eens even, het is niet burgers tegen burgers. We moeten ervoor zorgen dat die grote bedrijven ook gaan meebetalen. En dat we ook bereid zijn, ik schaam mezelf onder degene die maar wat graag vooruit willen met klimaatverandering, die zich niet makkelijk laten omlullen door rechtse partijen om maar wat klimaatbeleid te ondernemen, wat desastreus kan uitpakken voor individuen. Nee, dat we die grote bedrijven met elkaar gaan aanpakken. Ik denk dat als we dat daarin slagen en dat gesprek aangaan, en als mensen bang zijn of zeggen, ik weet het niet, klopt het allemaal wel met die klimaatverandering? Of wie gaat het dan betalen? Of hoe moet ik mijn huis anders verwarmen? Dat we dat in alle rust en met veel respect het gesprek met elkaar blijven aangaan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus ik heb niet zozeer een boodschap voor de mensen getroffen door de aardbeving. En die denken, ja, jeetje, dan moet ik ook nog al die andere opgaven gaan doen. Ik heb eigenlijk een boodschap voor de... Misschien wel de duurzame koplopers. Misschien wel heel veel GroenLinksers. Heb geduld met al die anderen, met medeburgers. En ga het gesprek aan. En laat je niet tegen elkaar opzetten. Want dat is het grootste gevaar wat er is. Voordat je het weet, zijn we als burgers met elkaar aan het ruzieën. En wie is dan de lachende derde?
het grote bedrijfsleven. Vandaag gaat weer geen klap veranderen. Dus dat zou mijn boodschap zijn. Blijf met elkaar in gesprek en laat je niet tegen elkaar opzetten. Ik zie je wel, Charlie. Kom. Ja, wat kan ik er thuis nu het beste aan doen om te zorgen dat we het klimaat helpen? Kijk, wat doe je al? Wat doe je er zelf al aan? Nou, ik fiets heel veel. En, ja. Heb je heel goed, heel goed. Heb je rijbewijs? Nee. Oké. Okay. Dat was flauw. Ja. Ja, en ik probeer gewoon zo min mogelijk energie te verspillen. Nou, dat wat je doet. Kijk, uiteindelijk, ja. Kijk, wat ik echt wil benadrukken, ik vind het heel goed dat je de vraag stelt. En hier beneden, misschien moet je zo dadelijk even, volgens mij hebben ze er heel veel verstand van. Uiteindelijk kan je bijvoorbeeld in je eetpatroon kan je ook dingen aanpassen. Bijvoorbeeld het eten van vlees, dat is niet zo heel goed voor het klimaat. Dus je kan kijken, wat zou je daarin kunnen veranderen? Nou, je fietst al heel veel. Je kan kijken hoe je thuis minder energie kan gebruiken. Je kan het gesprek met je ouders aangaan over hoe ze wonen. Maar dat weet ik niet per se hoe kansrijk dat is. Maar wat ik wil benadrukken, en dat vind ik echt belangrijk en dat blijf ik iedere keer doen. Ik zal nooit te beroerd zijn om te vertellen wat je allemaal zelf kan doen. Ik ben ook nooit te beroerd om te willen zeggen wat verandering uiteindelijk aanpakken. Dit is hoe het debat altijd wordt gevoerd. Als burger word je aangesproken. Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? Ik wil dat het debat nu een keer erover gaat. Wat doen die grote vervuilers? Hoe zorgen we ervoor dat zij gaan betalen? En dat is de strijd die we nu met elkaar te voeren hebben. Want uiteindelijk zal ons consumptiepatroon veranderen. En ook de manier waarop we eten. Maar daarvoor moet wel een einde komen uiteindelijk aan die bio-industrie. En dat doen we niet allemaal als individuen. Dat moet de politiek regelen. Succes. Ja, daar. Ik vergeet deze kant van de zaal. Dat is ons sympathiek. Hier staat. De rechterkant. Ja, sorry jongens. Ik heb u nu al heel vaak horen praten over het invoeren van belasting op CO2-emissies. Wat natuurlijk heel mooi is. Maar ik denk dat als wij als land willen voldoen aan de doelstellingen van Parijs, dat we een veel breder klimaatbeleid nodig hebben. Zeker. Je hebt het al heel kort even gehad over investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Maar ik vroeg me af welke andere concrete maatregelen GroenLinks wil nemen om tot een breed klimaatbeleid te komen. Ja. Eentje, kan ik alvast. Daar ga ik. Ik zou zeggen, een hele belangrijke, waar we heel veel megatonnen CO2, want daar hebben we het dan over, hoe we die gaan besparen. Ik zal niet alle individuele maatregelen helemaal doorlopen, maar we hebben een paar gebieden waar we grote opgaven hebben. Belangrijk is de industrie en dus die CO2-belasting. Een andere, hebben we het ook al over gehad, gaat over de landbouw. Dus we hebben in Nederland te veel dieren op een te kleine ruimte en dat heeft een enorme uitstoot. Dat gaat niet alleen over CO2, maar ook over methaan, een broeikasgas wat nog veel schadelijker is. In de transport zie je ook dat we in Nederland ontzettend veel uitstoten. Dus ook daar zullen we stappen moeten zetten. Daar zijn allerlei mogelijkheden. Je kan denken aan rekeningrijden, aan het elektrificeren van het wagenpark. Ook daar moet je allerlei stappen zetten. De bebouwde omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat we straks allemaal in huizen wonen die niet meer op het gas zijn aangesloten? Die duurzaam worden verwarmd. Als het al elektrisch wordt verwarmd bijvoorbeeld. Hoe zorgen we ervoor dat dat uit centrales dan wel van het dak komt met zonne-energie? Dan wel uit centrales die duurzame energie opwekken. Terreinen waarop we aan de slag zullen moeten met elkaar. En voor een compleet overzicht verwijs ik je naar ons verkiezingsprogramma. Hier vooraan. Ja. Dat heb ik al meerdere keren terug horen komen. Dat je zegt, ik wil uitkijken als we het hebben over klimaatverandering. Of verandering in de klimaatverandering, juist. Het begint bij jezelf. Yeah. Maar is het niet zo dat juist de consument, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, de meeste macht heeft over grote bedrijven? Nog meer dan politici. Want de consument betaalt natuurlijk wel de vraag. En yeah. Het aanbod past zich natuurlijk aan de vraag. Dus uiteindelijk hebben de grote bedrijven zich aan te passen aan de consument. Want het is niet zo dat juist bij jezelf. En dat is toch juist iets wat je niet over het hoofd moet zien. Ik vind het een goed betoog. Heel goed.
Ik ben het niet met je eens, maar ik vind het goed betoog. En ik zal zeggen waarom. Je hebt een buitengewoon interesse in economie, of niet? Als ik je zo hoor spreken. Ik heb het niet als vak. Oké. Eeuwig zonde. Wat is hier een probleem wat hieronder ligt? En dat is het probleem van de collectieve actie. Want uiteindelijk moet je als consument daarin keuzes maken. En als je ziet dat er een product wordt aangeboden voor een hele lage prijs, dan krijg je het gevoel gekke Henkie te zijn. Als je ziet dat jouw buurman een stukje kip koopt wat heel goedkoop is, voor een paar euro. En als je dan het driedubbele zou moeten betalen, denk je, ja, maar ik ben wel gek. En dat heeft weer invloed op allerlei andere keuzes die ik maak. Dus ja, als consumenten allemaal een andere keuze zouden maken tegelijk, dan heb je een enorme invloed op die bedrijven. Maar dat gebeurt bijna nooit als vanzelf. Wanneer gebeurt dat? Als een die eigenlijk met standaarden en normen werkt. En die zegt, nou, we vinden dit eigenlijk ongepast. We vinden dat er minder plastic gebruikt moet worden. Of we vinden dat er een prijs zit op CO2. Of we vinden dat er te veel dieren in dit land zijn. En daarom zorgen we dat er minder komen. Dus dat probleem van collectieve actie, dat moeten we oplossen. Daarvoor moet je samenwerken. Dat kan jij via een Facebook-actie doen. Dat kunnen NGO's organiseren. Maar we hebben ook de overheid gecreëerd met elkaar om dit soort problemen van collectieve actie te overstijgen. En daarom heb ik het iedere keer over de overheid, die moet actie ondernemen. Want daarmee kunnen we dat probleem van al die individuen die samen heel veel te hebben, maar ja, dat moet wel allemaal tegelijk gebeuren, dat te organiseren. We gaan naar de laatste vraag uit de zaal, Jesse. Ah, laatste vraag. Wie wil hem het allerliefst? Laatste vraag uit de zaal. Uit de zaal. Nou, ik zie. Oh, Charlie. Nou, Charlie. Vooruit. Sorry. Vraag. Oh, maar we mogen het alleen over klimaat hebben, dat krijg je op een donder. Ja, het heeft met klimaat te maken. Nou. Shell die gaat Eneco overnemen van de gemeente Den Haag. En daar ben ik niet blij mee, want ik zie Shell niet echt als een groen bedrijf. Nou, dat vind ik raar. Dat je die niet als een groen bedrijf ziet. Nou, weet je, om heel eerlijk te zijn, ik weet er niet genoeg van om daar nu iets over te kunnen zeggen. Over hoe dat precies zit met deze overname. Dus daar kan ik gewoon, daar ga ik gewoon een slecht antwoord op geven anders. Of het bij elkaar verzinnen. En dat trappen jullie vast niet in. Dus ik ga dat niet. Ja, wat ik van Shell vind is een beetje een open deur, denk ik. Dat is namelijk een heel groot bedrijf wat heel veel geld verdient met olie. En waar ik nog niet echt de indruk van krijg dat ze ontzettend snel aan het verduurzamen zijn. Maar je vraagt heel specifiek hiernaar. Daar kan ik niks over zeggen. Maar Lotte wordt super boos op mij, want we moeten naar de laatste vraag van online. Heb Klopt. Ik dus mij verteld. Ja. Sorry. Wat te gek is trouwens, want er zijn heel veel vragen binnengekomen op allerlei kanalen. Maar ik wilde toch als laatste vraag deze stellen van Stefan Aristen, die met heel veel onwetenschappelijk bewijs toch grote mensen meekrijgen in het verspreiden van desinformatie. Door mensen en door kiezers die zich aangetrokken voelen tot populistische partijen nooit weg te zetten of erop neer te kijken. Maar voortdurend de samenwerking met ze te blijven zoeken en het gesprek te blijven aangaan. Ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. En er zit ook al iets van onwetendheid. Of om heel eerlijk te zijn, snap ik heel veel mensen die zich zorgen maken over die energietransitie heel goed. Omdat ze bang zijn voor de hoge kosten die dat met zich mee gaat brengen. En dat is niet helemaal onterecht. Omdat namelijk of iets wel of niet betaalbaar is, afhangt van de politieke keuzes die we met elkaar maken. Dus hoe kunnen we dat het beste bestrijden? Door niet de strijd aan te gaan met de kiezer, zou je kunnen zeggen, of burgers tegen elkaar op te zetten. Maar de strijd aan te gaan tegen die grote bedrijven die eigenlijk niks betalen in dit land. Of veel te weinig. En daarop samen te werken. En dat is om te verdeeld te zijn. En merk ik in de samenleving dat we over heel veel zaken ontzettend met elkaar eens zijn. Zeker als het gaat over de aanpak van klimaatverandering. En waar wij alles aan zullen doen de komende tijd is ervoor te zorgen dat we samenwerken. En dat we daar waar verschillen lijken, we die overbruggen. En dat we met een agenda komen die ervoor zorgt dat we zoveel mogelijk CO2 in Nederland gaan uitstoten, gaan terugdringen. De CO2-uitstoot gaat terugdringen. Daar hebben we ook plannen voor, maar die bewaren we voor na de verkiezingen. Dat we zoveel mogelijk CO2-uitstoot gaan terugdringen. En dat we dat op een eerlijke manier doen, zodat iedereen dat in Nederland kan gaan meemaken. En daarvoor is het cruciaal wat er op 20 maart gaat gebeuren. Dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan wordt ook de nieuwe verhouding in de Eerste Kamer bepaald. En daarmee weten we straks, moet er naar ons geluisterd worden of niet? Is deze wet een mooi initiatief wat in schoonheid blijft liggen? Of moeten andere partijen met deze CO2-wet aan de slag? Moeten we in Nederland ervoor zorgen dat we voorop lopen in de aanpak van klimaatverandering en dat we de kosten daarvan eerlijk met elkaar delen?
En dat de sterkste schouders van de grote bedrijven de zwaarste last gaan dragen. Dat is de strijd die we de komende tijd met elkaar gaan voeren. Ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we van 20 maart een fantastische uitslag maken. Dank jullie wel. Dank jullie.